Yo, wat mensen op mijn kanaal, oftewel Rotjoch, mijn naam is Dylan en welkom weer terug bij een nieuwe Mindtopia episode op mijn kanaal. En we gaan er weer tegenaan. Nou ja, goed. De vorige keer, ik ga even nadenken, hadden we hier Matthijs en Dion van Teveel gevraagd hier over de vloer. Die wilden graag bij een club kopen, misschien huur, die wilden ze huren. Alleen, het is nog steeds niet gefixt, het lek. En die David, jongen, die is maar druk bezig, jongen. Ik word er een beetje moe van. Ik bedoel, ik heb geld om uit te geven, maar het probleem is alleen dat die gasten steeds niet reageren. En het duurt allemaal maar lang en tijd kost geld en dat is hartstikke verschrikkelijk. Nou, in ieder geval, dus met de club kan ik vrij weinig doen. Op het moment moet ik eerst nog even langs de burgemeester. Maar de burgemeester is ook redelijk druk, want er komen steeds meer nieuwe mensen de stad in. Wouter was de laatste stad ingekomen, weet je wel. Die Dodo en zijn vriendin Leta. Blijkbaar hebben hun veel geld, dus dan moet ik even kijken of ik daar misschien ook iets mee kan. Dus dat is wel handig. Die Colin die heeft ook heel erg druk met zijn auto's, want hij is ook bijna niet aanwezig. Dat is verschrikkelijk irritant. Ja, goed, in ieder geval, wat ik even ga doen, ik ga even langs mijn plots en... Voor vandaag heb ik namelijk iets op het programma staan. Zoals je ziet, mijn plots zijn nog helemaal vol met onkruid. Ik kan er niet op bouwen nog, want het bouwteam is even druk bezig. En ik probeer om één gigantisch gebouw te krijgen. Maar ik ben nu eigenlijk een zwerver, want daar heb ik geen bed, helemaal niks in mijn huis. Ik heb fucking veel geld, weet je. Hoezo zou ik geen huis kopen? Dus wat ik wil doen, ik wil binnenkort even hier een huis kopen, een van deze plots. Nou, ik begin met dit plot, dat ik hier mooi een huisje neerzet. Maar voordat ik dat doe, moet ik natuurlijk zorgen dat al dit onkruid, het is echt verreten veel onkruid, zit hierop. Moet allemaal van mijn land af. Want dat vind ik verschrikkelijk irritant. En dat moet ik natuurlijk doen bij degene. En ja, toevallig sta ik ernaast. Hier dat gebouw van Duffy. Dat is hier van de planten allemaal. Volgens mij weet ik niet hoe zo'n winkeltje heet. Maar daar moet ik dus naartoe. En dan moet ik proberen met hem dus iets af te spreken. Dat hij dit rond weghalen. Ik had laatst ook een bestelling bij hem gedaan. En ga nog even kijken of het allemaal wel door kan gaan. Of het allemaal al binnen is. Ik geloof, want het duurt een beetje lang. Omdat het duurt een beetje lang. Want ik had speciale dingen besteld. Dus dat is wel lastig. Maar dat moet ik allemaal geregeld hebben. Dan moet ik eerst geld hebben. Dus laten we daarmee beginnen. En wat ik ook wil doen. Ik ga vandaag een beetje ook weer even een inzichtje laten geven. Want ja. Ik had eens een keer. We hadden laatst eens gesprekken gehad met. En de Faco. En, dus, en de burgemeester. En met David. En met Colin. En met Cosmo. Beetje de rijke mensen van de server. Beetje de machtspersoontjes. Hadden we een laag gesprekje. En hadden we het een beetje om een soort van front met z'n allen te gaan maken. En misschien kan ik een hele leuke deal met Cosmo eruit slepen. En misschien kan Cosmo mijn diensten wel gebruiken. Dus dan ga ik ze meteen even bij hem neerdroppen. Ik loop nu even snel langs de bank. En ja, dan ga ik daar even kijken of ik geld kan hebben. Ik heb nog 60 broodjes, dus ik kan eigenlijk wel iets harder gaan lopen zo meteen. Ja, de bank is weer druk bezet. Nou, geen bankmedewerkers. Die David is overal mee bezig. Makelaar, bankmedewerker. Nou ja, goed. We gaan even kijken. We gaan wat geld opnemen. Ik denk dat ik het wel mooi vind om... Hoeveel zal ik meenemen? Ik denk dat ik even 2000'tjes meeneem. 2000'tjes, 2100 en 50. Nou, een paar tientjes ook altijd wel lekker. Dus ik neem ook wel 3 tientjes mee. Goed, hatse flats. Ik heb nu dit bij me. Even kijken, nu 2150. Nee? Nou goed, ik ben helemaal kwijt. 2080 volgens mij. Goed, we gaan even langs Cosmo. Langs zijn prachtige plantenkast. Zo, het is een beetje druk hier over... Op dit stukje, volgens mij zit het huis van David. Dus iedereen ziet natuurlijk wel, David woont hier. Dus dat is een beetje druk. We gaan even wat duurtje doen. Er is het iedereen. Zo, Sander. Hoi, mensen. Nou, dan kan ik naar eens typen, want ik ben hun in de buurt. Dan kunnen ze wat reageren. Nou, goed, in ieder geval, die mensen zijn er weer. Maar ja, ik heb daar geen tijd voor, jongens. Ik moet dus proberen mijn zaken voor te zetten. Ik ga lekker door de tuinen heen van mensen. Want daar heb ik echt maling aan. Dat kan me echt vrij weinig schelen. Ik ga lekker door de tuinen heen. En ik ga op zoek naar Cosmo. Dus even kijken, dit is zijn winkeltje. De ingang is tegenover David. Hier woont David. Oh, kijk, daar hebben die bankdirecteur, jongen. En maar zeggen, hij werkt zo hard, hij is al druk bezig. Zit hij gewoon rustig in zijn huisje. Staat hij gewoon stil. Nou ja, boeien. Nou goed, we gaan in ieder geval even kijken met Cosmo. Yo, hallo, Cosmo? Hallo? Goedemiddag. Ach, goedemiddag, meneer. Hey. Goedemiddag. Hey, ben ik weer. Hey, nou, laten we eens beginnen. Hoe gaat het met je? Ik heb je lang niet gesproken. Ja, het gaat goed. Druk, veel zaken. Veel zaken, ja. Dit is bizar. Jij hebt natuurlijk ook druk. Al die korte tijd, ja. Al die plots, moet jij natuurlijk alles leveren. Ja, ik draai overuren, echt waar. Ik, zoals je ook ziet aan de voorkant, er ligt nog allemaal troep. Moet allemaal nog worden weggebracht, maar het is, heel bizar. Heel bizar. Ja, goed. Daarom zijn we ook wel een beetje maatjes geworden. Want je hebt zaakjes en je hebt geld. Dus, we kunnen wel verschil voor elkaar betekenen. Ik weet het niet. Oké. Ze zeggen het. Ik zeg maar niks erover. Over mijn geld. Nou goed, als eerste mijn bestelling. Ik had een bestelling bij gedaan. Een paar leuke boompjes had ik gedaan. Een paar plantjes. Is het al binnen allemaal? Of...
Ik verwacht de bestelling het einde van de dag. Vaak wordt dan geleverd. En dan zit jouw bestelling er ook sowieso bij. Dus dat moet helemaal goed gaan komen dan. Ben je dus die speciale boom wel. Natuurlijk, dat duurt dan altijd even langer dan normaal. Maar ze komen eraan. Ja, ik wou natuurlijk die dure boom. Ja, oké, het komt er allemaal aan. Dus dat is wel mooi. Ja, ik heb namelijk goed nieuws wel. Ik heb mijn drie plots. Ik heb drie plots verkocht. Dus drie stukken land. Ja, dat heb ik. Ja, ik heb drie stukken land. Okay. Ik heb er zelfs vier, maar drie van heb ik al goedkeuring gehad. En heb ik zelfs bewijs van. Dus die. Wil ik sowieso die planten op laten zetten. De bloemen wil ik op laten zetten en alles uitzoeken. Maar voordat ik even verder ga zoeken met jou erover, moet ik eerst even heel veel dingen van mijn land af hebben. En dat, daar ben jij de juiste man voor, denk ik. Dat klopt zeker. Ik onkruid alles, ik maak alles mooi vlak en de beste groen kan ik leven. Ja, de groen had je. Hoe heet je winkeltje eigenlijk? Want ik kan best wel wat reclame voor je maken. Oh, dit is gewoon een tuincentra. Dit is gewoon pure tuincentra. Oh, en hoe heet het? Gewoon tuincentra? Gewoon tuincentra. Je mag het ook Cosmos tuincentra noemen. Cosmos tuincentra gaan we het noemen. Nou, dat is een hele goeie. Nou, heb jij geen toevallig... Ik zou zeggen, breng maar gewoon snel naar jouw dingen toe, anders... Oké, je kan even kijken hoe het er allemaal uitziet. Ja, jij hebt natuurlijk de verstand van. Je hebt geen achterdeur, hè? Nee, ik heb puur en alleen een ingang. Nou, dan moeten we even eromheen. Misschien ga ik weer geld betalen dat jij misschien een mooie achteringang hebt, dat ik snel hier binnenkom. Want, ik woon recht aan de achterkant. Dus, goed. Als het lekker met me meeloopt. Dan kom je waarschijnlijk ook wel langs mijn schuur. Je ziet hem al staan. Ja, oh, dat is die schuur voor jou, ja. Ja. Het is perfect voor mijn winkel. Dus op zich, wat jij zegt, een achteringang, hè, dat is natuurlijk wel mooi. Mm-hmm. En daar spullen op staan. Dus het is misschien wel een idee. Maar goed, ja, dat kost ik was nog even over aan het twijfelen. Want kijk, luister, je bent nu buren. En ik weet het al een paar keer gehoord en was ook voor gewaarschuwd. Hiernaast, ik kan het even laten zien aan jou. Dit is mijn club van meteen. Heb ik gekocht, maar er is iets met de aanvraag aan de hand. Dus het duurt een beetje lang. Maar als er geluidsoverlast is, ga jij niet moeilijker over doen, toch? Nee, ik denk het niet. Maar goed, kijk, een club die is volgens mij niet van 9 tot 5 in de middag vaak bezig. Tenzij jij een buitenclub hebt. Dus ik denk, mijn huis hier niet in de buurt. Dus ik heb daar overdag geen last van. Dus. Oh, natuurlijk. Jij werkt hier alleen maar. Je huis is een stuk verder weg. Oh, ja, lekker boeien. Lekker genieten van de tunes. En dan loopt Joris ook langs. Als ik een keer s'avonds bij mijn schuur ben, dan kom ik in muziek. Nou ja, weet je, dat is wat het is. Dat maakt niet zo heel veel uit. Kan lekker meedansen. Je bent weer altijd welkom, want het laatste lekker echt dinertje gehad met leuke afspraken. Nou goed. Mm-hmm, klopt, zeker. Dus dan ga ik even kijken of we dus inderdaad eindelijk iets voor elkaar kunnen betekenen. Nou, dit zijn mijn plots. Het zijn er dus drie. Naast elkaar. Oh my god. Ja, het is allemaal van mij. Het zijn ook niet de kleinste plots, nee. Ik zie het, ja. Ja, goed. Dan. Wat is jouw groene magic? Wat vind jij? Wat zou jij doen met die... Of er zijn een paar bloemetjes bij. Of ik dat moet laten staan. Of die kan plukken en dan weer kan herplanten. Vertel maar, jongen. Ik zou ze eruit kunnen scheppen en proberen over te potten. De kans dat daar de wortels mee beschadigen is natuurlijk altijd aanwezig. Dus de kans dat die doodgaan, dat is toch wel 80%. Oeh, ja. Dat is altijd een risico. Kijk, ik wil het best proberen, hoor. Een enkel probleem, maar... Voor mij wel, hè. Ik zeg altijd zo van... Ik wil het proberen, maar ik zeg altijd meer zoiets van, weet je, je kan net zo goed gewoon met grof geweld alles hier vlak maken. En dan gewoon wat moois nieuw erin poten. Waarom? Je hebt natuurlijk garantie erbij. Ja. En ze zijn vers, ze zijn van goede kwaliteit, dus ja, wat dat betreft. Dus je zegt gewoon alles plat maken en dan trek je alles eruit en dan fix je het later weer goed voor me. Ja, als jij bij wijze van hier iets moois hebt gebouwd en jij wil de meest mooie tuin met een speciale heg hebben. En je weet precies waar je boom wil hebben en een pad ernaartoe, misschien zelfs een vijvertje hebben of noem het dan maar op. Ik kan het maken. Zelfs als jij een zwembad hebt bij je club, ik weet niet of het zo is, en die is kapot, bel mij, want ik heb er ook verstand van. Oh, top. Ja, ik heb dus ook een lek, maar dat gaan we dan later even spreken. Laten we het even hierbij houden. Kijk, nou, in ieder geval zorg hoeveel gaat het kosten, want kijk, weet je, wil ik ook een dealtje met je sluiten eigenlijk hierover. Want ik wil het graag allemaal weg hebben, wil ik je graag voor betalen, is geen probleem. Maar hoeveel gaat het kosten eigenlijk, als het normale prijs, weet je? Ja, de normale prijs. Gewoon drie plots, even alles wegkappen. Het is best veel. Hè. Ik moet natuurlijk ook de materialen hier gaan brengen. Het is wel dichtbij, dus benzinekosten hoef ik niet te verrekenen. Hierbij, daar heb je mazzel mee. Dus ik kan het met de kruiwagen doen. En aangezien ik jou natuurlijk ook, en we hebben lekker gegeten en alles. Mm-hmm, we hebben de afspraakjes. Weet je, laten we het gewoon houden op 350 voor alle drie. 350 voor alle drie de plots? En dan wil ik hem nu meteen al betalen of heb je liever dat ik het later betaal? Het liefst natuurlijk gewoon meteen betaald. Dan ga ik zo snel mogelijk voor jou aan het werk hier. Dan moet ik even kijken. Dus dat al het onkruid wordt weggehaald. Dat jij mooi een vlakke grond hebt. Nou, heb jij misschien wisselgeld van 1000? Een wisselgeld van 1000? Ik heb wel wat wisselgeld, ja. Ik weet niet hoeveel. Ja, oké, het was 300, zei je. 320 was het? Ja, 350. 350. Ja, als ik jou nou 1050 geef, wil je dat 700 terug voor me? Zullen we dat 700 gewoon... terug voor jou. Anders zullen we het gewoon later afrekenen dan? Gaan ze over lang. Ik denk dat het wel kan. Ja, heb je dat ook bij je nu? Of moeten we eerst langs de bank? Ja,
Nee, dit moet wel goed gaan komen. Zo, kijk, dat bedoel ik. Blijkbaar heb je wel een zakcentje. Dus het is wel de goede keuze geweest om met jouw vriendjes te worden. Als je bezig bent, je moet altijd zorgen dat je gewoon dingen kan betalen. Dat is belangrijk. Ik kan wel betalen, maar ja, het meeste probleem is... Ik heb al mijn 5.000 maar eindelijk op de bank gezet. Ik liep eerst met, ik kan het je best vertellen, met 300.000 op zak. Kijk, dat is niet al te slim. Je sport niet. Hey. Kan ik, weet je, voor mij is het 300.000, is ook gewoon poespas, weet je. Nou, oké. Okay. Laten we eens even kijken. Dan geef ik je vast hier een duizendje. Ja. 50. Dat is gold, hè? Dat is 50, hè? Ja. Nou, hier kijk. Block of gold, 50. Oké, dan even kijken. Dan moet ik jou nu... 700, toch? Dat is 350. Ik geef je net 1050. Ja, als ik jou een 650 geef, wat is het dan? Dan heb je het al 1000. ik heb je 1050 gegeven, hè? Ja. Dus dan geef ik jou... Dan hoef ik jou... 700 moet je bijvoorbeeld met terugbetalen. Ah joh, weet je wat, al die 50 maar bekken bij. Hup, 700, kom er maar mee. We gaan ook uitrekenen ook. Nee, hup, volgende keer. Dan kom jij... Ik moet je 700 geven hier, alsjeblieft, 700. Kijk eens, man wel van zijn woord. Daar hou ik wel van. Ja, tuurlijk. Dat kun jij maar allemaal wegkappen. Ja, het heeft niet al te veel haast, maar het liefst zo snel mogelijk. Het probleem is alleen met, ik moet wachten op Vakon of van het stadshuis, weet je, de burgemeester met die formuliertjes. Ik kan wel een balletje voor je opgooien als ik daar de bloem mee ga brengen. Hij heeft een behoorlijke bestelling bij mij geplaatst. Oh ja, dat is wel lekker als je zo'n ding... En dan wil ik even graag even met privé met jou even bespreken in jouw... Laten we bij jou naar binnen gaan, want dit wil ik niet... Ik heb wel een kantoortje. Liefst bij jou aan het kantoortje, want ik heb nog wel een mooi voorstel voor jou. En dat, okay. Ik denk dat jij er wel blij van wordt, denk ik. En weet je, we hebben een mooi groepsverband opgesloten, gemaakt met z'n allen. En je hoort het zo meteen wel binnen. Het is een beetje, ik wil nu een beetje vaag aan het doen, maar... Ja, dadelijk luistert iemand ons af, want ik weet niet waar het over hebben, maar zo te horen is het, hè? Het is, ik weet het allemaal niet. Het is iets heel erg handig. Kijk, mijn inkomsten zijn binnengekomen van vandaag. Dat is hartstikke fijn. Zo. Ik mag ook wel eens een keer bij mezelf wat gaan doen, zie ik. Want de onkruid schiet ook de grond hier. Oh, uit, jeetje, dus... onkruid hier, maar wat is dit dan? Oh, jeetje, ja. Is die... gast van de sloop, is hij nog steeds van de scrapyard? Is hij nog steeds niet? Ik heb hem gebeld, maar nog steeds voicemail, dus ik denk dat hij nog op vakantie is. Ik word er niet goed van. Ik zal voor je zorgen dat hij binnenkort wel bij je komt. Laat me daar maar geen zorgen over. Goed, kom maar mee. Ga even naar het kantoor toe. Het deurtje dicht doen, dat niemand erbij gaat. Oh, dat kan ik niet. Ga maar naar binnen. Dat is de flats. Is het kantoortje? Privé. Ja, we zijn helemaal privé. Goed, luister dan. Luister vriend, ik heb een mooi voorstel voor je. Je hebt natuurlijk heel veel klanten, hè? Ik heb heel veel klanten, ja. Ik ga zorgen dat jij meer klanten krijgt. Dat zeg ik heel simpel. Nog meer klanten krijgt. En ook klanten die bij jou zijn geweest weer terugkomen bij je. Ja, maar zorgen. En dan wil ik een dealtje met jou sluiten. Kijk, nu heb je me een beetje korting gegeven omdat we vrienden zijn. Maar het allermooiste zijn als je natuurlijk zorgt, hè. Als een klant voor je zorgt, dat jij 10% van wat je van hun verdient aan mij geeft. 10%? Ja, dan zorg ik ervoor dat ze bij je komen. Geef ik hun namen door van oké, deze gasten komen binnenkort bij je. We hebben een beetje pottenkijkers. Ja, wij zijn even druk bezig, jongens. Stuur ze maar gewoon weg. Zeg maar in de chat van, hup, wegwezen. Nee, ze gaan al weg. Ik heb geen werknemer op het moment die aanwezig is. Dus. Dus eens even kijken. Kijk, ik regel wel hoe ze bij komen. Maar ik zorg dat ze komen en dan geef ik jou de namen door. Zodra die binnenkomen, die gasten, en hun bestelling hebben, krijg ik 10% van de verdienste aan die bestelling. Dus het is puur de bestelling. Dus ik noem even iets. Stel, jij zorgt dat David extra dingen nodig heeft. Hoe wil je dat gaan regelen bij mij? Hoe ga ik dat regelen? Ja, heel simpel. Ik geef door van, oké, binnenkort komt dus David weer bij je langs. Let op mijn woorden. En dan komt hij langs. Stel je voor, hij koopt voor 100 euro weer aan bloemen. Ja. 90 voor jou, 10 voor mij. Ja, maar hoezo zou hij in één keer nieuwe bloemen nodig moeten hebben? Maak je daar maar geen zorgen over. Dat zal ik voor je regelen. Goed, kijk, het wordt sowieso een moeilijk iets, want ik moet natuurlijk ook de inkoopprijs ervan afhalen, hè? Ja, natuurlijk. Die prijzen gaan we allemaal bespreken. Maar zeg maar, alle pure winst dat jij eruit haalt, 10% gaat naar mij. Het is maar 10%. Weet je, anders kan je sowieso... En dat is de mensen die jij doorgeeft aan mij? De mensen die ik doorgeef aan jou. Niet alles. Alleen de mensen die ik aan jou doorgeef. Van die komt binnenkort. En als ze komen, dan weet je van, oh ja, die komen via... Ik kan wel zeggen, kijk, als je 10% daadwerkelijk daarvan wil verdienen, ja, dan is het eigenlijk is ongeveer 50-50 dan van het bedrag totaal. Vind ik op zich geen enkel probleem als ik 50-50 aan ga verdienen, natuurlijk. Mm-hmm. Maar... voor een bloemetje doe ik het natuurlijk niet. Dat is te weinig. Het moet natuurlijk dan wel flinke bedragen zijn. Wil je er werk wat aan verdienen? Ja, dan maak je daar maar geen zorgen over. Ik zorg ervoor wel dat ze meer dan... Ik doe moet je eens tussen aanhalingstekens. Ik zorg wel dat ze wat meer bij je komen bestellen. Oké. Nou goed. Hebben we een deal? Ik krijg 90% van inkomsten die normaal niet bij je zouden komen, hè? Ja, nee, dat is waar.
de reparatiekosten als het ware. We hebben een deal. Je houdt je mond erover. Ik hou mijn mond erover. Is goed. Ja? We hebben het gewoon afgesloten zo dan? Dit is een deal. Helemaal goed. Dan ga ik hier snel weg, want er komen steeds meer mensen bij. Dus het is, ik denk dat het niet zo slim is om samen dit te blijven zien. En dan doen we alsof we... Dat is een beetje, we zeggen wel van, nou, bedankt voor de bloemen. Ja. En nou, dan denken hun van, nou oké, dan weten ze niet wat we het over gehad hebben. Graag gedaan. Dan zie ik je graag de volgende keer weer. Is goed. Ja, goed komen. Komt goed, jongen. Hey, Mazzel, hey, dankjewel. Rustig aan. Mazzel, zo. Helemaal top. Oké. Even kijken als niemand bij me volgt. Oké, super top. Leuk, lekker. Goed, ik heb eens een dealtje gesloten met Duffy. En hij is blijkbaar een goed zakenman. Hij doet het goed in zijn plantenkas. En weet je, ik zie ook potentie in zijn bedrijf. En zodra ik hoe dichterbij ik bij de rijke mensen kom, hoe meer vriendjes ik maak die rijk zijn. En wat eigenlijk, misschien ken je het gezegd wel, met geld maak je geld. Het is heel simpel. Dus inderdaad ook, Alexander, als we inderdaad alle rijke mensen bij elkaar hebben, dat hebben we dus een beetje, kennen we elkaar allemaal al een beetje, dan gaan we steeds elkaar omhoog boosten om steeds verder te komen. En in één probleem heb ik nog een beetje moeite. Dat is deze gozer hier. Dat is de burgemeester, Vakenhof, Lars. Dat is best wel een scherpe jongen. En alles moet precies tot in de puntjes geregeld worden. Dus hem, ik moet echt zorgen dat ik echt Vakenhof, Lars aan mijn kant krijg. Dat is echt super, super belangrijk. En ook die makelaar David. Dus ik heb hem toevallig. Ah, goedendag David. Hey. Die makelaar David is ook... Ja, hij is rijk. Hij is goed bezig. Maar hij praat met iedereen. Hij is een beetje... ik moet op mijn tellen passen. Volgens mij is hij ook wel een beetje gluiperd. Maar hè, ik hou hem maar aan mijn kant. Kan ik alleen maar van profiteren. Goed, in ieder geval. Ik ga zorgen dat dit allemaal weggehaald wordt de volgende keer. Dat wordt allemaal geregeld door Duffy natuurlijk van het tuincentrum. Daar word ik hartstikke vrolijk van. En dan gaan we volgende keer kijken of ik bij Lars langs kan komen. Uiteindelijk om eindelijk mijn goedkeuring te krijgen van de club. En om uiteindelijk goed te keuren dat ik eigenlijk een dikke mansion krijg. Want dat zou ik heel erg fijn vinden. En het moet allemaal lukken. Laten we het gewoon hopen. Goed mensen, in ieder geval. Dit was mijn allereerste. Het was alweer mijn derde episode van Mindtopia op mijn kanaal. Laat nog even allemaal massaal een like achter. Laten we gaan voor de 3000 likes gewoon. Boom. I dropped it. Dan gaan we weer even 3000 likes krijgen op deze video. En dan gaan we kijken wat ik moet doen de volgende keer. Heb jij nog een leuk zaakje van, hey Dale, probeer dat te openen of dat te kopen en dan weer doorverkopen of ga dat regelen? Zeg het even beneden in de comments, want hey, ik heb geld genoeg. Ik probeer om het geld nog meer geld te maken. Nogmaals, met geld maak je geld. Dat gaan we proberen met z'n allen mensen. In ieder geval, ik wil je bedanken voor het kijken. Neem een kijkje in de beschrijving, want daar staat namelijk ook Duffy's kanaal. Dus hartstikke awesome. Hoi Duffy, ik kan nog één keer wat zeggen. Hi. Helemaal toppie. Goed, in ieder geval, Duffy's kanaal is beneden in de beschrijving. Ik zie je graag in de volgende video. Nogmaals, voor de 3000 likes. Let's do this. Peace!